Wat is er nou zo bijzonder aan zo'n Cleveland? Nou, dat zal ik je vertellen. De Cleveland die komt uit Ohio, in de stad Cleveland, en die is gemaakt. En die hebben ze uitgetest met Harleys en met Indians. En dat bleek later dat dit een van de meest volhoudende motoren was op de lange afstand, op de ja, zoveel mijl ritten. Er zit hier een carbidverlichting op. Dat hadden ze toen geen elektrische installaties. Nee. En deze is van 1920. Die heb ik helemaal gerestaureerd. Zal ik er nog meer over vertellen? Hier hangt er eentje en daar ben ik bezig met onderdelen te maken. Daar heb ik zelf wielnaven van gemaakt. Velgen en banden en spaken kunnen kopen. En alleen de spanborden heb ik nog niet. Dat moet ik nog wel. Dat ziet er voor je. Stuur heb ik zelf een naam gevonden. Head out on the highway, looking for adventure.